De SP vreest dat belangrijke informatie van de gemeente Arnhem over onder andere de sociale voorzieningen en gemeentelijke belastingen niet meer voor alle inwoners beschikbaar is. Niet alle inwoners van Arnhem beschikken over internet. Reden voor de SP om een tevredenheidsonderzoek te starten onder de Arnhemse bevolking. RTV Arnhem sprak hierover met afdelingsvoorzitter Paul Kusters. De keuze van de gemeente is onverstandig. De informatie van de gemeente komt nu niet bij alle Arnhemmers. En dat moet je als gemeente niet willen. Ik ben zelf ook internetgebruiker en toch lees ik de Arnhemse Courier. Maar in eerste instantie richten we ons toch op de mensen die buiten het bereik van de gemeente gevallen. En we denken dat dat de mensen zijn die geen toegang tot internet hebben. De logische gedachte is dat het ouderen zijn. Dat hoeft niet per se. Veel ouderen hebben ook een iPad. Maar er zijn natuurlijk ook andere groepen in de Arnhemse gemeente die misschien geen toegang hebben. En die moet je toch zien te bereiken. Het gaat hier echt om bezuinigen. Het gaat om bezuinigen op... We moeten veel bezuinigen als gemeente. En het gaat hier om een kleine 75.000 euro. En het is een goede post, denk ik. Een makkelijke post om weg te strepen. Wat is het risico van het niet meer publiceren in de Courier? Ik denk dat mensen vooral de algemene informatie gaan missen. Informatie over het ophalen van het vuil. Informatie over het sportbedrijf. Informatie over milieu in algemene zin, denk ik. Het besluit van de gemeente is om haar informatie af te kondigen via het internet en via de wijkkranten. Dus dat zou volgens de gemeente toereik moeten zijn. Voor de campagne en de verkiezingsperiode hebben ze wel ruimte in de Arnhemse Courier. Dus dat is een andere afspraak. Die staat boven de lopende zaken, zeg maar. We zijn actie begonnen met bonnen. Om een antwoordbon terug te sturen naar de SP. Met de vraag van, bereik je de informatie wel? Vind je het goed besluit? Of vind je het juist een heel slecht besluit? En hoe kom je dan aan je informatie? En wat we in eerste instantie nu doen is proberen te peilen hoeveel mensen de informatie nu niet krijgen. Nou, dat is via de Arnhemse Courier is een manier. We openen natuurlijk ook onze website aanstaande week. En we gaan uiteindelijk toch nog echt wel bij de deur langs. Dat zullen we steeksproefgewijs doen. Maar we willen gewoon echt wel heel graag weten welke Arnhemmers nu hun informatie niet krijgen. Wat wilt u gaan doen? Wat is het vervolg dan als blijkt dat er veel mensen toch informatie gaan missen? Naar jullie idee, wat is dan het vervolg? We verzamelen nu de informatie. Met die informatie gaan we vragen in de raad stellen. Vragen aan de wethouder ook, want we willen graag dat uiteindelijk die pagina terugkomt in de Arnhemse Courier.